Ajax Anderlecht. Donderdag, 17 september. Kom allemaal naar Ajax Anderlecht. Donderdag, 17 december. Om 7 uur. Heb jij geen clubkaarten? Bestel dan je kaart via ajax.nl. En word daarmee gratis lid van de supportersvereniging Ajax. Kijk voor meer informatie op ajax.nl. Fantastisch. Hap, 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 hap. Doe die benen spelen. Doe die benen spelen. Pet, nu. Pet, pet, pet. Doe die bellen. Pingelen, pingelen, pingelen. Nou, als voetballer was ik een kneus. Ik had het boekje gelezen van Kik Wilstra. Ik dacht, ik wil ook kiksen. Ik kreeg kiksen. En toen kwam ik in Amsterdam-Noord in TOB. Tuindorp Ossaanse Boys. Als ik de bal had, dan kwam er iets over me. Dan begon ik te rennen met de bal. En er werd er geschreeuwd, Peet, de andere kant op. Het maakte mij niet uit welke kant op. Ik rende met die bal. En één ding zag ik maar, de kool. En ik schoot in mijn eigen kool. Dat was mijn start als voetballer. Ajax is voor mij Amsterdam. En wat is Amsterdam? Eigenwijs, eigenzinnig, creatief. Als iemand tegen een Amsterdammer zegt van, doe dit, doe dat. Dan zegt hij, van wie? Van wie? Creativiteit. En je maakt wel je huiswerk, je doet je best, je traint. Maar als je in het veld staat, onvoorspelbaar zijn. Daarom zijn er ook zoveel artiesten fan van Ajax. Omdat Ajax heeft een soort magie van die mengelmoes die Amsterdam ook kenmerkt. Onvoorspelbaar. Creativiteit. Creativiteit betekent gewoon dat je niet ingeperst in een keurslijf kan zitten. Dus het bestuur van Ajax moet geen strakke schoolmeester zijn. Het moet toch een beetje een sexy figuur zijn. Dat je denkt, is er wat mee in de hand? Maar toch dat je denkt, van Praag, er waren fantastische mensen. Met die platenwinkel en laat Michael zijn zoon. Echt fantastisch. Echte mannen. En toch een beetje ondeugend. De trainer, stug, maar met humor. Net als Michels. Ta, 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 ta. En de ruimte waar de spelers moeten spelen. Dat moet niet in een betonnen bunker zijn. Dat moet dus in de meer zijn. Groen, gras, ruimte, lucht, wolken. Niet in een pak in de dugout, maar gewoon in een trainingspak. Uit de prut komt het omhoog. Uit de prut haal je het beste wat in je zit tevoorschijn. Daarom ben ik fan van Ajax. Keep smiling. Dat was mijn motto ook toen ik elftalrijder was geworden bij AFC. Ik, geen balverstand van voetbal. Elke zondagochtend met acht van die jongens achter die grote Amerikaan van me naar het voetbalveld. En ik had een club van een jongetje of 15. En ik vond het zo zielig om ze als reserve naast me te laten zitten. Ik stelde ze allemaal op. Ik zei, jongens, ga een beetje in de ruimte staan. En come on! Ik had een keep die zei, ja, maar ik ben een vliegende keep. Die bleef niet in zijn kool als hij de bal had als een tank naar voren. En 15 jongetjes stonden in het veld en die hadden plezier. Maar dan had je ouders van de tegenpartij, of elftalleiders, die telden al die jongens. En die sprongen erop en die riepen, hé, hey, scheids, scheids! Er staan 15 jongens in het veld! Kijk, scheids! En die scheids was gewoon zo'n zonnefluit met een hele dikke bril. Jongens, en ik ook als elftalleider, jongens, doe het nou niet. Hè, kom op nou, kom van het veld af. Ga in de dugout zitten. Kom op om het spel. En onze tactiek was, al had je met 5-0 verloren, dan had je gewonnen. Als je met z'n allen er een enorm plezier in gehad had. Want dit AFC, dat ademde de geur die ook Ajax in de meer had. Gras, wolken, wind, ruimte, warmte. Dat is creativiteit. Dat had dit AFC ook. En na afloop, in de kantine en dan weer buiten. Ik wil alleen maar zeggen, eigenlijk, Ajax is mijn club. Alleen het woord al, Ajax, daar zit alles in. Amsterdam, mensen, creativiteit en het beste eruit proberen te halen. Ajax, 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 Ajax.